vraag is natuurlijk, waarom zijn we ooit begonnen met zo'n kleine spruit, terwijl we die groter allemaal hadden? Ja, de aanleiding was eigenlijk, na zware regenbuien, dat het land niet direct bereikbaar is, dat we toch het land op moeten. Diepe insporingen. Ja, diepe insporingen, de machines zijn toch vrij zwaar. Mensen moeten nadien weer in die kruip rijden, ja. Plukken, dus ja. Dus die vraag leveren ze bij Paul Tillers, zo bij Tillers, en daar hebben we de kop bij elkaar gestoken en een machinefabriek benaderd, Wageningen benaderd, om dan te bekijken wat er toch mogelijkheden zijn om... Ja, een aantal voorwaarden waren er in ieder geval ook, hè. Ja. Het mogen in ieder geval niet duurder worden als bestaande. Niet zwaarder. Niet zwaarder. Eigenlijk moet het eerder een besparing geven, dus we zijn nu ook zover dat het draait nu al voor het derde seizoen in de praktijk. En we zien het gewoon duidelijk dat er besparing in vooral middel te halen is. Ja, vooral met de technieken die op de markt zijn. Ja. En het autonome was eigenlijk voor mij altijd een belangrijk punt. Want, we hebben ook niet zo heel veel trekkerchauffeurs die met die grote machines kunnen rijden. Dus als we nou, wat we nu zien, zal er waarschijnlijk in de toekomst ook mogelijk zijn om andere mensen toezicht te laten houden bij zo'n spuit. Ja. En je kunt hem laten rijden wanneer die niet geschikt is. Ja. Je bent niet gebonden aan tijd of aan... Nee. Dat is ook wel heel belangrijk. Ja. En je kunt met ander werk doorgaan. Ja. Ja, de volgende vraag. Hoe nu verder in het project en vanuit de praktijk denken we dat er de volgende stap moet zijn de betere gewichtsverdeling en ja... iets bredere werkbreedte. Ja, vooral breedtes die op de teelt afgestemd zijn. Ja. De cabine, we zijn nu als uitgangspunt natuurlijk een normale trekker. Eigenlijk zit er heel veel ballast op. Ik denk dat we dat allemaal afmaken. Een voertuig met een uitknop, dat is het belangrijkste. Dat is